Nou, de kans is heel groot dat hieronder, de vloer waar wij staan, de tunnels liggen van Leerdam. We hebben van verschillende mensen toch verhalen gehoord dat ze die tunnels met eigen ogen hebben gezien. Loopt Peter door Leerdam, dan vraagt vaak iemand wel, ben jij die man van onze gangen? Wat was nou Leerdam ook met je levendig gehouden? Ja, precies, precies. En het is toch een stukje geschiedenis van Leerdam. In archieven kom je niets tegen over de gangen. Maar verhalen over het stelsel onder de binnenstad hoor je al generaties lang. Er gaan hele wilde verhalen de ronde. Dat er bijvoorbeeld in de tijd van de Spanjaarden een goudschat verstopt zou zijn in dat gangenstelsel. Of nog meer van die waanzinnige verhalen. Ja, daar geloof ik niks van. En ik dacht, dit is natuurlijk geschiedenis. We kunnen niet laten liggen. Dit is zo interessant. Dat moet boven water komen. Samen met een onderzoekspartner is Peter nu al 5 jaar bezig met de speurtocht. Ze begonnen in de archieven en bundelen alle verhalen die ze tegenkomen. We staan nu bij de Grote Kerk. En in deze hoek zou dan een trap naar beneden zijn geweest. Maar de echte bron is lastiger te bereiken. Die zit onder de grond. Tot hij de kelder van dit huis bezocht. Recentelijk hebben we hier wat gevonden. Een tunnel van zo'n 5 meter lang en qua afmeting 1,30 bij 1,30 meter. Dat loopt richting de Grote Kerk. Het lijkt er toch heel erg sterk op dat dit een begin is van een tunnelnetwerk. Het zou kunnen, want de stad Leerdam bestaat al sinds de 14e eeuw. En meer oude steden hebben zo'n ondergronds gedeelte. Waarschijnlijk om de verdediging van de stad te waarborgen. En dat de soldaten waarschijnlijk ondergronds zich konden verplaatsen. Maar ja, zeker weet hij het nog niet. Daarvoor gaat hij in het najaar op pad met een bouwhistoricus. En wat nou als het stelsel er toch niet is? Als het niet blijkt te zijn. Dat bestaat natuurlijk zeker. Hè? Dan hebben we ons wel kunnen verdiepen zeg maar, in een stuk geschiedenis. Hè?